Heracles ruikt de Eredivisie. Die is echt heel dichtbij. 14 punten. Het gat met nummer 3. Die nummer 3 heeft overigens nog een wedstrijd te goed. En die wordt komende maandag gespeeld. Thuis tegen Jong Utrecht. Maar overigens, Almere, bij een overwinning. De periode in de wacht sleept. De derde periode gaat het dan nog om. Dat loopt nog een klein beetje door elkaar. Je weet nooit hoe het gaat. Als er vandaag gewonnen wordt door Almere, dan is het gat 8 verliespunten. Met nog 7 wedstrijden te gaan. In de keukenkampioendivisie, in de eerste divisie. Vroeger zijn we dus gekkere voorsprongen verkwanseld. Naar routinier Bruns. Belangrijke pion in de elftal van Heracles. Scoren erop los natuurlijk in de keukenkampioendivisie. Dat doet Almere wat minder, maar die zijn dan verdedigend weer heel erg stabiel. Het scorend vermogen van Heracles is echt enorm. Al 86 doelpunten gemaakt. Maar met Deels was goed voor 14 goals. Lauzen voor 15. Hansson 15. Hansson er dus niet bij. Hetzelfde geldt voor Satriano, de jonge Italiaanse spits. Middenvoetsbeentje gebroken bij de jeugdploeg van Italië. Hij is niet bij de selectie. Azawi is de vervanger van Hansson. Voor de rest zijn de bekende namen bij het elftal van Lammers. Dan gaan we kijken naar de opstelling van Almere, waar dus Duivenstein ontbreekt. Hij is geschorst tegen zijn 5e gele kaart aan in de slotfase tegen Jong Ajax. Er zijn er geen verrassingen in de formatie van Alex Pastoor. Benjamin Rezink op het middenveld. De aanvallende middenvelders zijn Limbombe en Ritmeester van de Kamp. En voorin Pascu en Norman Hansen. Cornelius Norman Hansen. Zij leiden de aanval van de Almere. Bruns. Vol risico getrapt. Ja. Moet je ook een beetje mazzel hebben. Lastige volley. Rent, oh, dat is een risicovolle bal. Dat is een hele slechte bal zelfs. En dat kan niet gecorrigeerd worden. Althans niet op een normale manier. En dus wordt de andere methode gehanteerd door Bruns. Dat kost hem een gele kaart. Limbombe onder andere achter de bal. Limbombe met een vrije schop. Brouwer, die moet zich nog helemaal strekken. Een slechte poging van Limbombe. Deze corner komt van de voet van Bruns. Armenteros maakt het een doelman lastig. En zo kan er gekopt worden daar achter Armenteros. Sefcic was het. Met die bal weer ingebracht. Krijgt Almere hem niet weg. Azawi. Dit is de grootste kans van de wedstrijd. Ja, hij is er dichtbij. Veel beweging daar voor de goal. Rente. Die daar vrijkomt. Opnieuw Bruns. Weer is het gevaarlijk. Bal nu van de doellijn gehaald. De vorige hoekschop was al gevaarlijk. Dat was deze ook. Denk ik wel voorlangs gegaan. Lauwsen. Schoofsen is onderweg. Lauwsen geen beste voorzet, maar dit is een enorme kans voor Heracles die er op miraculeuze wijze niet ingaat. Nadat Bakker een enorme blunder begaat, maar daarmee wegkomt. De voorzet is eigenlijk niet eens geweldig. Zou een makkelijke pooi moeten zijn voor Bakker. En dat hij er niet in gaat, dat is een wonder. En niet alleen een wonder, dat is ook knap werk van Peña. Oh, 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 keeper moet even opschieten. Ja. Het is toch echt een mossel dat die bal naast de goal gespeeld wordt. Maar Brouwers gaat dat helemaal verkeerd in. Sestic maakt het wel heel spannend. Dan doet hij Almere dus een corner cadeau. De hoekschop. Roman blijft staan en de kopbal valt er zomaar in. En zo staat Almere met 1-0 voor. Goal van Alvaro Peña. Half uur gespeeld in Almelo. Almere, de nummer 3 op voorsprong. Eigenlijk nog geen kans gecreëerd, maar een corner die zijn cadeau werd gedaan door Čestić. Daarvan wordt optimaal geprofiteerd. Verlies van Lauwersen.
Pascoe is mee. Als hij het ziet, dan is dit een enorme kans. De inschatting van de doelman niet optimaal, maar wel voldoende uiteindelijk. En zo heeft Almere, hoewel minder balbezit, toch die wedstrijd redelijk onder controle. Tegenstander creëert geen kansen en zelf komen ze er toch leep uit vaak. Kuyobi. Kuyobi binnendoor. Net ietsje te ver voor zich uitgespeeld. Geester van de Kamp komt in botsing met Armenteros. Daar schrikt iedereen die in de buurt is behoorlijk van. Dat is het even kwijt. De Beester van de Kamp ook schrik bij Armenteros met wie die in botsing kwam. Nee, dat is echt wel einde verhaal. Gaat Jorrit Smeets zo in de ploeg komen? Larsen. Gaat Pastoor nou doen? Die gaat gewoon het veld in. Die wil dat het spel natuurlijk stil komt te liggen, zodat hij zijn elftal weer compleet kan maken. Maar ja, dat wil niet zeggen dat je mee kan gaan doen. Heel ver uit zijn vak. En dus geel. Nou, dat is precies wat hij wilde, want nu ligt het spel stil. Almere weer compleet. Hoogma. Materos zoeken, die krijgt hem bij Azawi. Larsen, Azawi. Bal blijft hangen, Larsen met de kans. En Larsen frommelt hem binnen. En zo wordt in de extra tijd van de eerste helft toch 1-1. Onzichtbaar, totaal niet in de wedstrijd. Maar wel verantwoordelijk voor de gelijkmaker. Het is voor Larsen zijn 16e goal deze competitie. Priegelwerk bij Heracles, maar valt dat priegelwerk allemaal net goed? En krijgt Larsen de bal langs Bakker voor de 1-1. Bal zomaar cadeau gedaan aan Heracles. Rooskun laat hem lopen. Met hem weer terug van Les. Komt er met een schitterende lichaamsschijnbeweging. Rooskun terugleggen. Dat is de eerste mogelijkheid van de tweede helft. Maar Waïm stond geparkeerd. Bijna letterlijk. Met de andere hem aangetrokken. Hier is de volgende voorzet. En die eindigt dan in de handen van Nordin Bakker. Maar dat was het eerste gevaar van Heracles. In de tweede minuut van de tweede helft. Schitterend gedaan dit door Rooskun. Van Brugge, dat is een goede bal, zeg, in de loop bij Akuyobi. Maar er is weinig personeel voor het doel, dus maar zelf Akuyobi. Raakt hij hem kwijt. Oh, zo veelbelovend deze uitbraak van Almere met die paas van Brugge. Inmiddels is het oppassen met Larsen die zich meldt. Tussen drie man in, Larsen, valpartij, niks aan de hand. Hij heeft er wel geblesseerd, Larsen, na dat duel met Alvaro Peña. Met Gebani ook aan de zijlijn, dat hij niet door kan, dat hij gewisseld moet worden, Larsen. Dat zou worden afgelost door Lasse Weemeijer. Geen buitenspel, Racing. Voorzet van Racing eindigt op de buitenkant van de paal. Ja, Brouwer lag wel in die hoek, maar het was toch even schrikken denk ik voor de doelman van Heracles. Les. Ja, dan maar zelf. Want het pad ontstaat ineens en dan kan Waïm schieten. En nog een keer schieten. Dan is die tweede poging eigenlijk een hopeloze. Een spits voor een spits. Van Sicilia bewerkstelligen, wat de Armenteros niet lukte. Hij maakt er 6 tot nu toe. Peña, hij balans, niks aan de hand. Heracles kan door, 4 tegen 4 als ze opschieten. Waïm.
Nee, weer niet. We vinden de oplossing niet tegen dat goed georganiseerde Almere. Sicilia nog een keer de lucht in, maar hoog overgekopt. Daar het laatste fluitsignaal van scheidsrechter Erwin Blank. Nee, luister naar het fluitconcertje toch in Almelo. Groots en hoogstaand. Was het allesbehalve vandaag. Het was een vechtwedstrijd waar zelfs de invallers krap krijgen. Het gat, dat wel, blijft 14 punten. Heracles ruikt dus direct de promotie. Dat gaat er echt wel van komen. Heracles Almere eindigt in 1-1.